Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F1 2021 My Team Career Mode voor aflevering nummer 32 hier in Japan. Heb je de vorige video in Singapore gemist, zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Het kan recht voor het i'tje. Klik daarop zodat die aflevering verschijnen. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Career Mode content. We zitten echt bijna op die 100 abonnees. Nummer 99 is namelijk bij ons toegekomen namelijk. Dus dank voor het abonneren. En laten we gewoon pushen naar die 100 abonnees. Het zou gewoon heel vet zijn als dat gewoon gaat gebeuren. De vorige resultaten waren enorm goed. Gewoon 3 keer achter elkaar gewonnen. 5 keer achter elkaar op het podium geëindigd. Hopelijk kunnen we dat ook laten zien in Japan. En daar gaan we dan lekker voor de kwalificatie. Daar zijn we dan bij Q1 aanbeland. Het is nogal bewolkt hier in Japan. Geen regen voorspeld gelukkig. Dus dat is goed om te zien. Einde van onze eerste run bij Q1. Met nog 13 minuten op de klok. Ik ga daar een klein beetje wijd, maar het is geen probleem. Ik krijg een corner cutting waarschuwing. Maar komen op een P6 terecht achter Felipe Massa. Onze tweede run in Q1. Kijken wat dat dan gaat worden. Bij de S'en hebben we het altijd lastig helaas. Wel groen bij de Delta, dat is goed om te zien. De vlag hangt uit in Q1. Beetje blokkeren aan de rechterkant. Skippen helaas die laatste bocht. En dat wordt... een... weet ik niet zeker, maar we zijn wel door naar Q2. Ik heb dat er even niet ingezet. Waarom? Japan is altijd een lange wedstrijd. En ik wil hem graag vandaag af editen en... morgen, zondag 2 januari, uploaden natuurlijk. Dus dat die delen zitten er niet in. We zijn dus gewoon door naar Q2 dus. Als we moeten gaan oppassen voor die curbstone. Want die zijn gewoon heel erg gevaarlijk hier in Japan. Ik heb helaas weer dat paaltje. Ik jou er met de snelste tijd. En wij komen op een P4. We komen daar dus weer terug de baan op voor Lance Stroll. En het moet gewoon een top rondje gaan worden. Anders zijn wij niet door naar Q3. Het zou wel jammer zijn als dat gebeurt. Groen in sector 1 en 2. De laatste bochten nemen wij gewoon heel erg goed. En we komen bij de snelste tijd. Maar Sainz pakt hem al gelijk af. Bottas zet de snelste tijd neer. Maar wij zijn voorlopig door naar Q3. En we worden zo meteen kijken of dat het ook is. Jazeker, we zijn door naar Q3. Onze laatste keer gaan we kwalificeren natuurlijk. Ik heb gewacht tot het allerlaatste moment om op de baan te gaan. Waarom? Ik had maar 1 setje verse softbanden bij mij. De topsnelheid is hier gewoon uitstekend. Dan is de vraag waar wij zo meteen staan. Het zou wel mooi zijn als we pole hadden, maar weet wel, we hebben een tijdstraf. Sorry, we hebben een grip penalty van 5 plekken. Of 10 plekken volgens mij. Vanwege wisselen van componenten. De vlag hangt uit. We snijden gewoon die laatste bocht af. En wij komen op een... op welke plek komen wij? Dat is de vraag. Op een P9. Jammer, maar helaas wel voor Pierre Gasly. Maar goed, het gat is groot. Na Perez.
Dus dat wordt nog wat voor de wedstrijd. Ik ben heel benieuwd wat dat gaat worden. Ik hoop jullie ook. Daar gaan we dan voor carrière aflevering 32 hier in Japan. Welcome along then to the magnificent Suzuka International Circuit. A stone's throw away from Isa Bay in the beautiful Japanese countryside. What surprises lie in wait for us today in the Japanese Grand Prix. 18 corners make up a lap of the incredible figure of eight Suzuka circuit, with 10 to the right and 8 to the left for a distance of 3.6 miles. Average lap speeds around here are fairly quick. If it stays dry, then expect somewhere in the region of 136 miles per hour. And with me as usual is Anthony Davidson. Why don't we start by talking about Valtteri Bottas? Looks like they've got a tough race in store today as grid penalties from changing power unit components has forced them further down the field. Everyone has to deal with penalties or reliability issues from time to time throughout their career. You just have to suck up the pain and get on with the job at hand. Today isn't about performing a miracle to put the car back where it should be. It's about effective damage limitation. Off the back of a fantastic qualifying session, it's time to see how our starting grid looks for today's race. Sergio Perez will lead us away from pole position, edging out Max Verstappen, who'll start from P2. Considering the rest of the grid, we have Leclerc, Hamilton, Lando Norris, the Professor, Fernando Alonso, Bottas, they've taken a grid penalty, Ocon and Lance Stroll, Sainz, Russell, Antonio Giovinazzi and Massa, they'll be starting further back after an earlier grid penalty. Ricciardo, Latifi, Callum Ilott and Pierre Gasly. Mick Schumacher, Tsunoda, they've taken a grid penalty. Lundgaard and Nikita Mazepin. That's it then, it's time to go racing as we head to trackside for today's race. Now that we've got some points on the board, let's continue this form and aim for another top 10 finish. Het doel is dus opnieuw een top 10 finish te behalen in deze wedstrijd. De strategie is dus bepalend. Kijken wat wij kunnen gaan doen namelijk. En is het gewoon opmaken voor de grote prijs van Japan voor carrière aflevering 32 hier in Suzuka. De lampen gaan aan voor de grote prijs. En ze zijn uit en we zijn onderweg. En we komen goed van onze startplek. Norris kruipt ons gelijk af. Maar daar is ruimte aan die binnenkant. Helaas had hij dan net niet precies die aanval kunnen afmaken. De MGUK heeft een probleem, zegt Jeff. Maar dat boeit ons helemaal niks. Die houden deze wedstrijd gewoon vol. Wij hebben daar bijna een momentje. En dat is gewoon P6. Fernando Alonso kijkt hier aan die binnenkant. Fernando, wat doe je? Was daar bijna een touché namelijk, maar we hebben geluk gehad. Dan is het op naar Lando Norris. Kijken wat de jonge Brit kan. Kijken wat wij kunnen in deze grote prijs. Hopelijk misschien naar een overwinning rijden. Het is geel. En nu weer groen. We gaan weer verder met racen. Hebben overtakeknop ingeschakeld. En hebben hier gewoon een betere exit dan Lando Norris. Kijken zometeen naar de binnenkant als daar ruimte is. Hebben het slipstream. En ja zeker, we zetten hem ernaast in de 130R. Raken elkaar met de wielen. Maar dat is P5. Volgende heet dan Charles Leclerc. Kijken wat we daarmee kunnen. Perez zet de snelste race onder neer. En wij noteren een 1.37.9 volgens mij. Herhaling van de start. Met Perez en Verstappen op rij 1. De lampen sprongen uit en we waren onderweg. En ja, die Lando Norris was gewoon goed weg. Wij keken er wel aan die binnenkant, maar er was geen ruimte. En dus moesten wij het doen met een P6. Ook Fernando Alonso was goed weg van zijn startplek. Hij zat nog gelijk te kijken bij ons namelijk. En wij moesten ook even fel gaan verdedigen van de Spanjaard. Want je weet, Fernando geeft niet zomaar op.
Hij zit er hier heel dicht op. Kijkend mooi naar de buitenkant. Want Fernando, ja, die moest daar even gewoon afremmen. En zo was P6 van ons. We zitten in ronde nummer 3 van de wedstrijd. Als Lewis Hamilton voor ons rijdt op het circuit. We hebben ook DRS. Jazeker. Overtakenknop. En we vallen hem aan de buitenkant. En dat is P4. De volgende heet dan... Sorry, dat is P3. De volgende heet dan Sergio Perez en Max Verstappen. We zitten in ronde nummer 10 van de wedstrijd. Verstappen en Perez nog steeds 1 en 2 voor Red Bull. Wij rijden rood in sector 1. Dus dit is goed om te zien. En dus kunnen we zometeen kijken wat onze ronde gaat worden in ronde nummer 11. Dit gebeurde er in ronde nummer 5 met Lewis Hamilton en mijzelf. Kijken daar mooi naar de buitenkant en we waren er gewoon voorbij. Strak, snel en gewoon netjes. Hamilton probeert daar nog wel terug te kijken, maar dat is te vergeefs. En in ronde nummer 11 vind ik het tijd om naar binnen te duiken. Verstappen is al naar binnen gedoken, een ronde eerder. Dus wij gaan proberen een overcut te proberen op onze landgenoot. Perez is ook naar binnen voor de medium compound. Een gear is niet beschikbaar en 2,7 seconden is de pitstop. That was our last stop. No more scheduled. En we komen gewoon, hopelijk, voor Leclerc de baan op. Jazeker. Op een P6. Felipe Massa rijdt voor Verstappen, dus hopelijk kan hij iets doen in deze wedstrijd. Hopelijk kan hij Max ophouden, zodat wij er naartoe kunnen rijden. Er zijn nog 15 rondes te gaan in de wedstrijd, dus dat belooft nog wat voor deze grote prijs. We zitten in ronde nummer 16 van de wedstrijd als wij paars in sector 2 noteren. Daar zitten we dan bij de achterkant van onze landgenoot te gluren voor die positie. We hebben hier een betere exit. En gaan hier aanvallen. Hebben overtakenknop en DRS ingeschakeld en zijn er voorbij. Voor P2. Ook wel een leuk feitje. We hebben namelijk vandaag de 99 abonnees bereikt. De 100 abonnees komt steeds dichterbij. Dus ben jij degene die 100 abonnees mij gunt? Zeker abonneren namelijk. Het zou vet zijn, had ik nooit kunnen dromen dat wij dat hebben kunnen gaan bereiken. Maar toch is het echt zo. Dus ben jij nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2021 My Team Grimmet content. Terwijl wij de snelste race ronde op ons naam zetten. En daar is Perez gezien voor P1. In de ronde nummer 19. Dus de leiding in handen van de wedstrijd. Nu moeten we zorgen dat we deze race gaan controleren. Oftewel, we moeten hem naar huis rijden. In de resterende rondes van de wedstrijd. Gat naar Perez is ongeveer 3/10. En kan hier niet aanvallen. Hier een herhaling wat Perez dus zag. Wij keken mooi naar die binnenkant. En we waren er ook gewoon voorbij. Snijden daar wel bijna Perez zijn band gewoon kapot. Maar dan was het hier gedaan en zo veroverden wij P1 van Sergio Perez. Daarmee vergroten we ook de leiding in het klassement. Ronde nummer 23 en de grip gaat verdwijnen, zegt Jeff. We maken een klein foutje en Perez heeft ons geraakt op de sidepod. Perez, gespint. We krijgen een waarschuwing vanwege het toucheren met Sergio Perez.
maar de Mexicaan is gespind en valt heel ver terug. Ik denk iets te ver voor zijn doen, maar goed, dat is niet mijn probleem. We hebben een herhaling van wat er is gebeurd. Die komt volgens mij nu in beeld. Jazeker. Perez is dus de tweede auto. Hij kijkt hier naar die binnenkant. Wij schieten daar te ver door. Rijden gewoon de racelijn. En Perez, ja, die komt daar op ons pad. En ik denk eerlijk gezegd dat het gewoon 50-50 is. Perez had ook moeten weten ja, dat ik dat kon doen. Maar ik had ook moeten weten dat Perez daar zat. Zo simpel is het. Perez moet hier gewoon een aantal keren steken. Staat daar een hele lange tijd stil. En daar rijdt Carlos Sainz tegen de achterkant van Fernando Alonso op. Carlos Sainz met een beschadigende voorvleugel. Rijdt rond. Moet dus naar binnen voor een nieuwe neus. We zijn aan boord bij Sergio Perez namelijk. Hij schiet hier te ver door. En Perez neemt de racelijn. Maar ik neem ook de racelijn. En dan krijg je dit. Ja, ik had ook wel ruimte voor Perez kunnen laten eigenlijk. Dus ja, ik vind het gewoon 50-50. That's it. Meer niet. En dan moet Perez hier heel lang steken. Dan staat hij hier ook stil. Ja, en dan rijdt Sainz erachterop. Op Fernando Alonso namelijk. Dus ja, niet al te slim Perez. Niet al te slim. We zijn aan boord bij de Spanjaard in ronde nummer 23 dus. Perez komt hier de baan weer op en moet gewoon op de rem gaan staan. Omdat Fernando Alonso op de rem moet staan. En dan krijg je dit. Maar goed, dat doet er allemaal niet toe. Wij moeten nog een aantal bochten te gaan. Voordat wij kunnen feest gaan vieren met het team. Om een flinke voorsprongpunten binnen te hengelen. Op de nummer 2 van Perez. Dat is goed om te zien. We gaan de overwinning vieren met het team. Een uitstekende wedstrijd. Nemen verdere stappen richting dat WK. En gaan ons voorbereiden voor de volgende video. In Austin, Texas. De Verenigde Staten. Another action-packed Japanese Grand Prix comes to an end. And what a magnificent drive to take the win here today. Anthony Davidson, what helped them deliver this result, do you think? Well, I honestly feel it was down to the driver and car today. I mean, we can talk driver skill all day, but if you don't have a solid team to back that, you're never going to get anywhere. When you hit that sweet spot of having both an excellent driver and an incredible car, that's when you see results like those we witnessed today. Well, I'm thoroughly exhausted after the excitement of that race, but I'm sure it's nothing compared to our drivers here. They've worked hard to make it up there, and it's great to see them make their way out onto the podium. And after this round of the World Championship, nou, hier ben ik dus de uitslag van de wedstrijd bij de Grote Prijs van Japan. Max Verstappen naar P2. Charles Leclerc naar P3. Massa helaas niet naar de punten. En wij krijgen Driver of the Day. En wij nemen verdere stappen richting dat wereldkampioenschap. 52 punten verschil naar Perez. En 72 punten verschil naar Red Bull, maar wij klimmen richting Mercedes. Dus dat belooft nog wat voor P2 in het klassement. Hopelijk kunnen wij dat gat dichten en P2 verzekeren in het constructeurskampioenschap. Dat zou heel vet zijn. Maar de driverstitel, dat gaat sowieso naar ons. Wat een wedstrijd. En met een eenstopper, soft, medium, de rest ook volgens mij. Ja, eentje dan soft hard, maar goed, dat is dan een andere keuze die hij doet. Massa helaas niet naar de punten, jammer, maar helaas. Maar goed, nieuwe kansen in Amerika. Ik ga deze video afronden, mensen. Ik hoop dat jij genoten hebt van deze video. Heb jij genoten, benoem dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de video dan en vertel me waarom je het leuk vond. Ben jij trouwens nieuw op mijn kanaal? Abonneer dan voor meer wekelijkse F2021 My Team Creamer content. We hebben de 99 abonnees aangetikt, dus laten we pushen naar die 100 abonnees.
dat zou heel vet zijn als we 100 abonnees hebben kunnen bereiken. Ik had dat nooit kunnen dromen dat we zover kunnen zijn. Maar goed, we zijn er eenmaal, dus we gaan gewoon verder knokken waar we horen. Minstens 100 abonnees, dus ben jij nieuw, abonneer dan alsjeblieft voor meer. Schakel ook gelijk het belletje als je er enkele video meer van mij mist. Waarom moet je op mij abonneren? Nou, ik maak wekelijks videocontent en hopelijk belonen jullie mij daarmee met het harde werk. Volgende keer op zijn de media, maar gebruik het dan in de beschrijving. Dit was het journaal mensen. Mocht trouwens er iets verbeterd worden op deze video, zet het dan graag in de comments neer. En ja, dan zou ik zeggen, tot de volgende keer bij F2121. My Team Career Mode gaat verder in de Verenigde Staten.